I never ever went out without binoculars. There we are, and they can be used to see nature close up. Deze pop lijkt precies op deze vrouw. En de Barbie is ook gemaakt met haar in gedachten. Ze heet Jane Goodall en is een bekende apenonderzoeker. I must say that when I first saw the Barbie doll, I loved all the binoculars and the little notebook and David Greybeard. And I thought, this is going to be so wonderful for so many little girls. Jane Goodall begon zo'n 60 jaar geleden met haar onderzoek naar apen. En ze keek vooral naar chimpansees. Ze leefden in het wild bij hen in de buurt. En zo ontdekten ze dat ze gereedschappen maken, hoe ze jagen en hoe ze met elkaar omgaan. En daardoor beseften mensen dat die dieren veel slimmer zijn dan ze dachten. En er werd ook een documentaire over haar gemaakt. Inmiddels is Jane Goodall 88 jaar en nog steeds probeert ze mensen meer te leren over apen en over hoe de dieren en de natuur beschermd moeten worden. En bij haar pop zit ook een kleine chimpansee. David Greybeard heet hij. Dat is een van de eerste apen die mevrouw Goodall bestudeerde. And he's getting all ready to fish delicious termites out of their mound. When I first watched termite fishing, I watched David Greybeard, this very same chimp, and I watched him through my binoculars. When I was growing up, you know, there weren't any female role models. I was helped by a mother who supported my dream. But my heroes, my models, were Tarzan, Dr. Doolittle. And there weren't women doing the kind of things I wanted to do. You make me feel. My Barbie doll. Vroeger waren Barbies eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. En daar was soms kritiek op. Inmiddels zijn er poppen met verschillende lichamen, een huidaandoening en zelfs een met een gehoorapparaat. En er zijn meer poppen van vrouwen met een bijzonder beroep. Zoals deze, een Italiaanse astronaut, een arts en een wetenschapper die werkte aan een vaccin tegen corona. Mevrouw Goodall vindt het belangrijk dat die poppen er zijn en ze hoopt dat ook haar pop kinderen inspireert. Because actually I've been suggesting it for a long time that girls don't want just to be film stars and things like that, but many of them like me want to be out in nature studying animals. And so a Barbie doll who's Jane is a super idea. Hello Barbie Jane.